Comedian, dames en heren. Deze man speelde een van de meest succesvolle de comedy acts van het afgelopen seizoen. Overal waren ze uitverkocht. Ik heb het over de Lama's. Hij toert nu ook met zijn eigen shows en dvd's net uit. Maak alsjeblieft een warm applaus voor Martijn Oosterhuis. Zeker wel. Zeker. Zo. Je weet toch. In de hissel. Wat is gebeurd in de skuur? Ze hebben mij gevraagd om gangsterrapper te worden. Ik zat in de Lama's en zeiden ze, ja, je hebt jong publiek. En als je het aan je wil bing, dan moet je gangsterrapper worden. En dit zeiden ze ook nog, hé, maar je moet gangsterrapper worden. De enige mensen die dit doen, zijn rappers en mensen bij wie de parachute niet open gaat. Het is trouwens een goeie als je ooit Jamie Oliver tegenkomt, hè? Je moet zeggen, hey Jamie, recept. Ik bak al die shit. Witte rapper. Lange Frans, hey. Lange Frans. Ga je mee naar die massaal, want je ziet er lekker uit. Er is niemand in de wereld die lekker is die naar Diemen Zuid wil. Dat is een regel, dat is geen kwestie van smaak. Diemen Zuid is een soort Bijlmer Light. Diemen Zuid. En hij mocht niet op het bevrijdingsfestival, hè? Lange Fransie. Want iemand een ijsklontje naar hem gooit. Ik was zo blij. Maar het gaat niet om de vechtpartij, weet je, het ijsklontje. Maar hebben jullie het gezien? Wat hij echt had gezongen. Ja. Dit zong je, hè, voor de mensen. Anders had hij dus op bevrijdingsfestival mogen zingen in Haarlem. Dit zingt Lange Frans. Heb je zelf bedacht. Dames, luister. Dames, luister. Hé, hey, zuigpik met twee handen. Veel spuug en geen tanden. En toen dacht iemand, nou, misschien heb je een ijsklontje nodig. Even afkoelen. Maar kan je voorstellen dat ijsklontje niet gegooid was? Dat hij gewoon in de erehaag had gestaan voor verzetsweduwe van in de 80. Dat je na het Wilhelms Lange Frans krijgt zo. Dame, luister. Luister. Zuigpik met twee handen. Veel spuug en geen tanden. En die oma, hij heeft het over mij. Maar ik kan helemaal geen rapper zijn, want ik ben gewoon een kakker en dat is niet erg. Weet je, maar je kan niet rappen. Ik ben een minderheid, er zijn heel weinig kakkers in Nederland nog. Ik ben een soort kakochtoon. Dat houdt in dat je wel geslagen wordt, maar je krijgt geen subsidie. En ik kan niet eens rappen, ik zal een voordeel geven. Want als je rapper wil worden, dat is belangrijk. Want kakkers en rappers lijken eigenlijk heel veel op elkaar. Maar ik snap niet dat er geen kakker rap is. Maar dat komt, ik kan gewoon niet cool zijn. Ik word ook gediscrimineerd. Echt. Ik zal een voorbeeld geven. Als je rapper bent, is het natuurlijk de auto, de vette ride. Met de bling. Sizzle 24 inch. Oftewel de puikenwagen. Kan je je voorstellen dat ik met een kaal hoofd in een pak in een Bentley voorbij kom in Rotterdam? Haha, Pim Fortuyn, pak hem. Ik zou niet eens in zijn auto kunnen zitten. En ook belangrijk is natuurlijk, als je wil rappen, is... Hè? De video ho. De bitches. De bitches. Voor de mensen die niet weten, de bitches staan natuurlijk achter in de clip en zeggen... We zijn nou bitches. We zijn bitches. Een beetje Dancing with the Star. En kakkers hebben ook bitches, alleen die heten au pair. Dus het is gewoon raar dat er geen kakkerrap is. Maar dat komt, als je wil rappen, moet je natuurlijk gevaarlijk zijn, weet je. Dan moet rappers zeggen bijvoorbeeld dingen als... Mijn vader is geboren in een riool. En ja, toen aten we ratten. En zeg je, hey shit man, dat meen je niet. Dat ben je fucking nu. Dan zeg je, jawel man, zeker wel.
drive-by's kakker. Je hebt gewoon geen drive-by's. Je hebt ook niet... De drive-by shooting. I shot all the motherfucking niggas. En dinsdag weer. Wat moet je als kakker rapper dan? Hé man, ik was gewoon een keer op de uitleen met de roeivereniging naar Engeland. Zo, fuck. En toen... We waren gewoon helemaal dronken geworden en toen was eigenlijk om 11 uur de kroeg dicht waar we toch doorgaan. Oh. Maar toen was die ene jongen Brian was helemaal dronken geworden en ging hij me duwen. Zeg, hey joh, doe niet. We kunnen toch ook gewoon praten met elkaar? Het is gewoon geen gouden plaat. Mijn vader was een tandarts, wat moet ik rappen dan? Ja. Hey, maar mensen zijn ook bang voor de tandarts, hè? MC Dental. Wat moet je rappen dan als tandartszoon? Hé, hey, ben in een ziekenhuis geboren, maar is nooit iets ergs gebeurd. Nee, ooit in de was een oilily shirt verkleurd. Zeg hoi. Ik ga het hierbij laten. Het was een kort fragment, Martijn Oosterhuis. Ik heb van jullie genoten. Dankjewel. Kun je nog een applaus, dames en heren? Martijn Oosterhuis. Oh, yeah.